Amber, gefeliciteerd. Op een of andere manier ligt Borhaven jullie wel. Ja, na vorige keer, omdat we hier natuurlijk de nacompetitie ook gewonnen hebben. Maar deze is wel heel lekker, omdat deze, als je deze wint, dan sluit je weer aan bij de subtop. Dus deze ja, moesten we en dat we hem dan zo pakken, dat is wel echt heel lekker. Eerste helft gelijk opgaand, 13-13 bij de rust. Wat zegt de oefenmeester dan? We moesten in de aanval, moesten we eigenlijk hetzelfde blijven doen. Alleen nog eventjes in de dekking wat scherper en de kansen erin gooien. En dat, in de tweede helft hadden we beginnen een beetje een dipje. Een dip? Ja, best wel een dip, ja. Maar gelukkig kwamen we daar bovenop met z'n allen en konden we er overheen lopen. Want op een gegeven moment raakte iedereen op schot. Jij was trefzeker vanaf de hoek, Rianne Blauw een paar keer met de break. Ja, je merkt dat onze snelheid er weer in zat en daardoor gingen we veel beter spelen en toen liepen we er overheen. Was dat de sleutel van deze wedstrijd, het tempo wat jullie moesten spelen? Ik denk dat wij op het eind nog veel meer gas konden blijven geven en je ziet dat we dan in één keer 5 doelpunten uitlopen. Ja. Dus, Superbelangrijke punten dit, hè? Ja, zeker weten. Nu op naar volgende week, dan ook weer die punten pakken en dan lekker door. Ja, Rianne, ik zei in het wedstrijdsverslag, in de eerste helft was Britt Holster on fire. De tweede helft, wat was jouw helft? Nou, dat is lief van je. Ja, nee, ik denk dat we deze wedstrijd echt samen hebben gewonnen. Ja. Je zag dat de eerste 50 minuten echt heel spannend was en dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen. Je maakte wel een paar belangrijke doelpunten in die break. Ik heb niet zo goed op het scoreverloop gelet, maar ik doe wat ik kan. En als je zo'n bal krijgt, wil je hem natuurlijk altijd insmijten. Gelijke stand bij rust 13-13, niks aan het handje. Dan de tweede helft, beginnen jullie ronduit matig? Ja, ik denk dat de eerste kwartier van de tweede helft een beetje zoeken was. We hadden niet echt antwoord op de cirkelloper. Die startte af en toe inzaam met de hoek. Maar uit... Ja, we draaien even bij. Uiteindelijk denk ik dat we dat goed hebben opgepakt. En dat uiteindelijk met de snelheid eroverheen... de punten hebben gepakt. Ja, want het laatste kwart van de wedstrijd, dat was het kwart van West-Friesland SCW. Toen kwamen we ook geen moment meer in de problemen. Nee, ik denk dat we dat heel goed deden. We pakten de voorsprong en we hielden hem ook. Normaal geven we dat soms nog wel eens weg en nu ging dat echt heel goed. Ja. Vorig was jullie oefenmeester Arthur Langendijk een klein beetje bevreesd voor deze wedstrijd vanwege het feit dat jullie niet echt trainingsarbeid hebben gehad, alleen krachttraining. Hoe was dat binnen de groep? Ik denk dat iedereen niet echt bevreesd was, maar gewoon heel erg gemotiveerd. En iedereen voelde ook wel dat deze wedstrijd er wel van afhing als je kijkt naar de stand nu, op dit moment. En zoiets met oud en nieuw ertussen heb je natuurlijk een beetje een ontregelde trainingsweek. Maar ik denk dat we het goed hebben gedaan. Op een of andere manier ligt Borhaven jullie wel, want thuis worden jullie al met ruime cijfers, 25-16. En vorig jaar de eerste wedstrijd in de degradatiepool hier, worden jullie ook zeer overtuigend. Ja, dat is zeker waar. Daar heb ik niks op toe te voegen. Er komen nog een paar sleutelwedstrijden aan, hè, voor handhaving. Ja, spannend. Ik heb er wel zin in. En ook vertrouwen? Ja, zeker. Ja, onze ploeg is gewoon nu fit. En je merkt dat we het stukje beter doen in de competitie zelf dan vorig jaar. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in. Ja, Arthur, vooraf aan de wedstrijd zaten we even met elkaar te praten. Was je toch enigszins bevreesd voor deze wedstrijd? Niet zozeer vanwege de tegenstander, maar vanwege het feit dat jullie toch te weinig hebben kunnen trainen. Ja. Ja, je slaat de spijker op zijn kop. We hebben gekozen voor 2 weken geen baltraining, wel krachttraining. En de afgelopen week wilden we 4 keer trainen. De meesten hebben het ook wel gedaan, alleen we waren niet compleet. Ja, en dan zie je, dan mis je automatisme, dan mis je scherpte en zo. Maar die keuze heb ik bewust gemaakt, want we hebben natuurlijk een heel lang seizoen nog te gaan. Dadelijk in de na-competitie of in de play-offs. Maar dan ben je dus wel enigszins bevreesd van hoe dat uitwerkt. Want ik vind ons wel een betere ploeg dan Borhaven. Alleen, ja, we moeten natuurlijk wel die scherpte hebben en de conditie hebben om die ballen erin te smijten. Ja, want tempo was de sleutel voor deze wedstrijd. Dat lieten jullie in de eerste helft zien. Toen kakte het een klein beetje in, werd het 13-13 bij de rust. Met name in de eerste helft zag ik je op een gegeven moment coachen dat ze in de verdediging wat meer moesten uitstappen. Ja, wij wisten waar het gevaar van Borhaven vandaan kwam. Dan hebben we in de eerste helft, in het begin hebben we dat nagelaten. Na 10 minuten in de eerste helft hadden we het gevaar eigenlijk wel onder controle. Alleen toen stond Alicia Vriend, die stond goed te keeper vanuit het midden. Die had alles vanuit het midden. Alleen toen scoorde zij 6-7 doelpunten vanuit de hoeken. En daar had ze geen antwoord op. Daardoor zijn we met Annemarie begonnen in de tweede helft. Nou, dat ging in het begin ging het vrij stroef, maar Gim had zij wel voldoende stops. Maar wat het belangrijkste is dat wij kwamen op een gegeven moment zelfs 3 doelpunten achter. We hadden wat scheidsrechtelijke beslissingen, vond ik, dat we die tegen hadden qua tijdstraffen en zo.
Maar je ziet op een gegeven moment, na een kwartier in de tweede helft, bleven wij gewoon op tempo spelen. En het laatste kwartier waren wij absoluut bovenliggende partij. We maken 4-5 doelpunten op rij, 100% op tempo. Ja, en dan zie je toch wel dat onze trainingsarbeid je vruchten afwerpt. Dus win je met 5 doelpunten verschil hier in het Hol van de Leeuw. Want dit is een directe concurrent natuurlijk. Ja, ze hadden 9 punten. Wij hebben ook 9 punten. Als we nou hadden verloren, dan gaat het om de ene laatste plaats in de reguliere competitie. Nou, wij moesten maar één ding doen vandaag en dat is winnen. Nou, dat hebben we dus gedaan. En nu doen we samen met en VNL en Volendam en Borraven, doen we eigenlijk mee voor plaats nummer 6 en misschien nog wel eens plaats nummer 5. Wat dat betreft wordt het heel erg aantrekkelijk, want wij hebben eigenlijk het makkelijkste programma op papier, of het makkelijkste. Wij spelen nog tegen 3 rechtstreeks concurrenten van ons. Zowel Volendam als DSVD, als voorwaarts, Twello, die krijgen we allemaal nog. Dus we hebben alles in eigen hand.